moet je voorstellen, de camper heeft in principe alles aan boord. Maar, dat gezegd hebben, hij zal ook zo'n vuil watertank moeten kunnen lozen. Grijs water, zoals ze dat noemen. Dus daar komen twee Sani-plateaus voor, waar je grijs water kunt lozen. Waar je tegelijkertijd je schoonwatertank weer kan vullen. Waar je cassettetoilet, we hebben allemaal een cassettetoilet aan boord, waar je die kan legen. En er komen plekken voor toiletten en douches. Een milieueiland. En that's it. Stroom krijgen ze. En daar moeten ze mee doen. En meer hebben ze ook niet nodig. Het is niet zo dat u hier als beheerder continu de boel in de gaten gaat houden? Nee, ook dat heeft de camperaar niet nodig. Dat is weer een mega verschil met de camping. Nee, die camperaar die is echt op zichzelf. En die zit er ook niet op te wachten dat wij daar de hele dag rondlopen. Is niet nodig, die redt zichzelf, die is niet anders gewend. Dus dat gaat helemaal goed komen. En uiteraard gaan wij hier dagelijks langs, dat is logisch. Het is, althans spreek ik voor mezelf, mijn kindje. Dus daar wil je zoveel mogelijk bij zijn. Maar het is niet nodig om daar de hele dag rond te lopen, nee.